Dus niet in muziek, maar gewoon in hardcore feiten. Daar komen ze. Susanne. Goedemorgen. En Fleur. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in de krant? Jezus. Hardcore? God, ja, ik zeg hardcore. Fleur, ja, dat is, was dat hardcore, ja? Nou ja, ik heb altijd gezegd dat ervoor. Dat is hardcore dan, hè? Ja, oké. Okay. Oh. Oké, okay, nou, we zijn er in ieder geval. Sus? Ja? Laten we beginnen vandaag met de televraag. Ja, een of andere nerd op de voorpagina, namelijk Jan Harm Betting uit Vlissingen. En hij is geslaagd voor zijn gymnasium-examen. En hoe? Gewoon met een fucking 9 als gemiddelde en ook nog eens een 10 voor wiskunde. Ja, en ja, en hoeveel vakken had hij ook weer? 11 vakken? Had er 19. Net er 19, ja, volgens mij had hij er ook echt. 19? 19 vakken, ja, echt. Nou. Die gast is echt gewoon 2 keer geslaagd. Dat ik echt zoiets heb van, ja, kan ik niet even wat negens van je kopen? Gewoon voor Julia of zo, weet je wel? Ja, inderdaad. Ja, ongelooflijk. Ja, vreselijk. Maar goed, ja, hij flikt het wel. Ja. Ik kan niet uitstaan, sorry. Nee, ik weet niet of hij heel veel vrienden heeft, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk het niet. Nou. Ik denk dat hij dagen thuis zit te leren. Hij zei dat hij nog genoeg tijd had om piano te spelen, muziek te luisteren en te computeren. Oh, ja, dat laatste verbaast me niks. Maar was het een beetje de gast? Want misschien, ja, ik moet hem toch even bellen, denk ik. Waar heb je dan gehoord, Fleur? Het staat in de andere krant. Oh, dat staat in de andere krant. Hij staat in elke krant vandaag. Oh, oké. Okay. Nou, die moeten we hebben, duidelijk. En wat heb je nog meer? Ja, ook nog heel groot roep om tv-gids in kranten. Want kranten die kunnen straks gewoon een complete televisiegids gaan uitgeven. En de commissie Brinkman, die wil dat kunnen gaan doen. Oh ja, en daar is de Telegraaf natuurlijk vooral heel blij mee. Want die kunnen dan gewoon eindelijk eventjes die programmagegevens plaatsen. Ja, nou, ook wel handig toch? Of niet helemaal apart nog zo'n ding te kopen. Ja, nee, dat is sowieso inderdaad niet meer echt van deze tijd. Je hebt toch gewoon websites en zo, ja. Ja. Even los. Ach, ja. Het staat man, als je. Ja, misschien heeft niet iedereen dat digitale geneuzel, hoor, maar dan staat het al gewoon. Heb je gewoon op je tv-gids. Of op je tv-gids, zeg maar. Ja. Ja. Oké, laatste harde nieuwtje. Ja, dan ook nog wel het trieste nieuws over Bolle Jan, die gisteren overleden. Godzonder. Maar zal ik maar even snel nog wat leuks doen? Ja. Namelijk, er was weer eens een lotto-winnaar kwijt. Niemand die meldde zich, want er was €200.000. Dat was gewonnen door iemand, alleen diegene die kwam maar niet. Maar uiteindelijk is die vrouw wel gekomen. Het was een vrouw uit Rotterdam en zij was heel vaak weg van huis, dus ze maakte haar pot niet open. Maar dat heeft ze nu dus wel gedaan en ze heeft meteen €200.000. Kijk, dat is voor die vrouw vooral inderdaad heel leuk nieuws, ja. Ja. Ik zit een beetje met Bolle Jan. Jij gaat er snel overheen en gelijk heb je, want het is dood en verderf. En wat moet je ermee op een zonnige dinsdag als deze? Maar aan de andere kant, het is wel Bolle Jan, man. Het is gewoon een fenomeen. Ja, ja. Ik zit echt een beetje, ik denk, ja. Weet je wat ik bedoel? Kijk, de René ga ik zeker niet bellen. Dat lijkt me duidelijk. Nee. Maar ja, we hebben daar veel mensen opgetreden en zo. Mm-hmm. En het, ja. Ik heb hem een paar keer ontmoet, nog met Mien erbij trouwens ook. Fantastische verhalen over vroeger. Over Bolle Jan en ja, ik twijfel een beetje, maar misschien, sms me ook maar als je weet je, iemand als Peter Beens, ik noem hem wat. Dat is een gast, heeft daar zelf ook een kroeg in de straat, heeft heel veel met hem te maken gehad. Ja, moeten we dan juist heel erg Bolle Jan eren en wel mensen erover bellen of moeten we iedereen maar een beetje laten? Ik vind het altijd zo moeilijk met de dood. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat er binnenkomt qua reacties. Wat staat er in de andere kranten? We krijgen een hoop gefrustreerde Chinezen. Want Google gaat maatregelen nemen om alle pornografie te weren van zijn zoekmachine in China. Oh. En dus daar komen gewoon helemaal geen porno-resultaten meer op. En ze houden van porno, hè? Ze kijken, ik bedoel, mannen die echt te veel naar kutjes kijken, die krijgen ook zogenaamde spleetoog. Ja. Goed, dan ook nog. Je moet ze eigenlijk niet op je huispagina zetten of op zitten. Precies wanneer je op vakantie gaat. Want dit is het nieuwe staren naar de brievenbus voor dieven. Die letten nu op, als je zet van 11 tot 15 augustus ben ik weg. Dan gaan ze op 13 augustus jouw gehele huis leegroven. Ja. Dus mee opletten. Ik hoorde dat gisteren, toen dacht ik inderdaad, ja, godsamme, dat is lekker dan, weet je wel. Zijn die boeven tegenwoordig ook radio aan het luisteren? Want dan heb ik toch een probleem. Ja.
Maar ja, ik denk... maar jij houdt het vaag, hè? Ja, namens Wouter Cross, maar... Ja, precies. Ja, expres natuurlijk. Ja. Wie weet maar ik denk dat ik vandaag voor de log gewoon even op mijn Twitter ga zetten dat ik op vakantie ben. Kijken wat er gebeurt. Ja, en dan ga je net om de boodschap en dan kom je terug en dan is je computer. Nee, dan wacht ik ze thuis op. Oké. Ja. En voor de duidelijkheid, ik ben nu ook thuis, hè, gewoon. Ja. Oké, en wat heb je nog meer, Fleur? Portier Heiretin 14 Das, of zo. Wat zeg je nou allemaal? Was dit Nederlands? Nee. Oh. Heiretin 14 Das, dus een gast uit Turkije, die heeft twee vrouwen, ook al is dat daar verboden. En die moest zich in de rechtbank verantwoorden voor het in elkaar slaan van zijn vrouw. En hij zegt dat hij haar slaat omdat ze niet veel doet in het huishouden. En dat zijn eerste vrouw heel veel zeurt en zijn tweede vrouw is heel gewillig. Maar nu heeft hij een beetje alternatieve straf gehad. Hij moet elke week een boeket bloemen voor zijn eerste vrouw kopen, gedurende 5 maanden. Hij moet 5 boeken lezen over de opvoeding van kinderen, daar heeft hij ook nog 7 van. En dat is, gebeurt vaker. Laatst was er een man die moest zijn excuses aanbieden aan zijn vrouw, dit op papier zetten en 1000 folders met zijn excuses rondbrengen in de wijk waar hij woont. En toen moest hij ook nog 50 jonge bomen planten. Ah ja. Dus eigenlijk kun je als rechter echt alles maken in Turkije. Als het maar vooral niet relevant is. Nee, precies. Gewoon verzin maar wat. Ja. Het doet me denken aan een hele slechte mop van mijn opa. Die dan, ik ben ook weer nog slechter in het navertellen daarvan, maar het komt erop neer dat je dan met een bloemetje thuis komt en dat de vrouw des huizes zegt van nou, ik zal wel weer met de benen wijd. Waarop die man zegt, nou ja, je kan ook gewoon een vaas pakken natuurlijk. Goed, de leuke nieuwtjes. Suus, wat heb jij? Ja, kennen jullie dat verhaal nog van die puma die op de Veluwe zat? Oh god, ja. Is hij weer gesignaleerd? Nee toch? Nou, deze zomer zit hij in Polen, want nu is in Kalis, in Polen, is een puma gespot. Want mensen die zijn daar een beetje in de ban nu van een puma. Want iemand heeft een foto gemaakt, 's ochtends vroeg, van dus een puma in die stad. Dus iedereen is nu een beetje in paniek en nu heeft zelfs de politie heeft een kooi midden in de stad gezet met daarin een kip om hem dan te lokken. Het is ongelooflijk, maar het is 23 juni 2009 en de komkommertijd is begonnen, want we hebben het weer over de puma. Echt waar, ja. Waar we echt jaren mee bezig zijn geweest om hem op de Veluwe te ontdekken. En nu is hij, waar in Rusland zei je? Polen. Nee, in Polen. In Polen. Voor een puma, nou. Koud, hè? Dat lijkt me toch ook wat. Hartstikke leuk. Te gek. En Fleur, wat heb jij? Mooi verhaal, als je het nog niet gehoord hebt. Een Israëlische brandweerman die heeft zijn buurvrouw uit haar brandende huis gered. En 30 jaar geleden, toen hij 10 was, toen heeft zij hem uit een brandende schuur gered. Toen had ze de deur opengegooid en een nat tapijt over hem heen gegooid ook. En nu moest hij dus brandblussen bij de buren. Hij heeft zijn 80-jarige bewusteloze buurvrouw en haar man uit de slaapkamer gedragen. Oh. En de vrouw zei geroerd te zijn door haar reddende engel. Oh. Warm, hè? Ja. Zo blij dat ik die tegenwoordig heb. Warm, hè? Oké, dames, succes met de dinsdag. Ja, ja, oké. Tot morgen en goedemorgen. Goedemorgen. Als ik 's morgens wakker word en de radio weer aan. Gil, dat is dan maar ik er. Het is tijd om op te staan. Het is 7:30. Dit is radio, goedemorgen, allemaal. This is the world.